Ik heb hier een wolk. Na die liefde zit hij nou helemaal in de wolk, hè? En in die wolk, want weet je, als je een lucht hebt, zie je wolken, maar overdag zie je bijvoorbeeld geen maan. Ja, soms wel, maar die zit vaak achter de wolken. Kijk, als je wolk opmaakt, zie je ook dat daar de maan zit, zie je? Kijk, die maan, die is allemaal. Ja, die maan is normaal elke dag daar, logisch, dan zouden we s'nachts geen maan hebben. Maar ook de maan gaat wel eens op vakantie. Die kan er niet lang, kan maximaal één dag gaan overdag. En dan gaat hij naar een speciale wolkenhuis op vakantie. Net als wij naar Center Parcs gaan. Piep, sorry. Center Parcs, moet ik nog meer maken noemen nou? Roompot en ja, nog iets. Gaat hij ook op vakantie. Dan gaat hij bijvoorbeeld naar een groot vakantiehuis. Ik zet het even hier. Leg me plat. Ik hou maar vast, maar goed. Gaat hij naar een heel groot vakantiehuis, zie. En dan gaat hij dan, bijvoorbeeld dit is een twee-kamer appartement. Zo gaat hij zo in, zie. Is dat de badkamer of gaat hij nou in? Geen idee. Maar het leuke is wel, dan komen zijn vrienden, die willen hem zoeken, zeg maar. En dan kijken ze, en dan is hij gewoon weg. Echt heel stom. Niemand begrijpt waar hij is. En dan zijn vrienden, wacht even, hij zit natuurlijk achter die andere deur. Dat is wel slim. Dan maken ze die deur open. Maar dan zit hij ook niet. Dus niemand weet eigenlijk waar die maan natuurlijk zit. Dat is het hele... Ik zag hem. Had jij hem ook gezien? Ja. Oké. Ja, maar dan denken de vrienden ook, wij zagen hem. En dan gaat hij snel naar de deur toe. En dan is hij weer weg, zie je? Ja? Ja, ik dacht dat hij daar zat namelijk, ja. Ja, dat dacht ik ook, maar zit hij niet. Ik denk dat die persoon denkt dat hij nu hier zit, maar dat is ook niet het geval, zie je. Nou, ze kunnen doorgaan dat de kinderen blijven te roepen, gaat op en neer, wat dan ook. En op het einde maak je het hele ding open, zie je. En dan is de maan echt compleet verdwenen. Compleet weg. Want die maan, zoals ik al zei, die moet op tijd terug zijn. Want s'nachts, dan moet die maan gewoon weer aan de hemel staan. Probleem. We hebben geen maan meer. Oké, dat is niet best. Stel voor dat we vannacht gewoon geen maan hebben. Dat is natuurlijk een groot probleem. Wat is er? Ik zag hem. Nee, dit is gewoon een wolk. Daar zit niks in verder. Zie je ze vliegen? Kijk, die maan, die hebben die gezien. Ik weet niet waar hier zit, niet daar zit. Die is gewoon nergens. Dus, kinderen inderdaad gaan roepen. Die zit daar. En dan zeg je, ik zie nergens een maan. Hier ook niet. Totdat jij plotseling ook ziet. Oh, hier is de maan. Kijk, dan zet je hem netjes terug in zijn wolk. Of, optioneel... komt die maan hier de hele tijd bovenuit kijken. Wacht. Doe maar even omhoog. Heb je een leuke vakantie gehad? En okay. Hij verdwijnt alsnog. Zou ook kunnen. Je pakt dit kastje en zegt... daar is hij weer. Raar einde, maar het zou allemaal kunnen met deze set.